Dag dames en heren. Code rood in New Delhi, de hoofdstad van India. Een miljoenenstad. Een van de meest vervuilde steden ter wereld. Ernstige smok. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft gemeten dat er meer dan twee keer zoveel fijnstofdeeltjes in de atmosfeer zitten als toegestaan. Het is alsof je vijftig sigaretten per dag rookt. Het zicht is vergelijkbaar met dichte mist. En het komt natuurlijk door al die vervuilende stoffen door de industrieën rondom Nieuw-Delhi, door het verkeerde riksja's en natuurlijk ook door de kolencentrales die nog steeds de stad verwarmen. Nieuw-Delhi ligt in het noorden van India tegen het Himalaya-massief aan, een beetje in een soort kommetje waar de vieze lucht heel gemakkelijk blijft inhangen, met name in het winterseizoen. En ook vanuit de ruimte op deze satellietbeelden van NASA is die smart mokvorming ook te zien. Niet alleen in New Delhi, maar eigenlijk langs de hele zuidrand van het Himalaya-gebergte. Natuurlijk heeft het ook met het weer te maken. Het is er vaak heel rustig in de winter met slechts een lage drukgebied hier. Weinig lijnen van gelijke druk. Isobaren geven aan dat het niet of nauwelijks waait. En zolang dat niet gebeurt of het regent, blijft de situatie bestaan. Vergelijkbaar ook met Peking, daar zien we op dit moment weer een winters hoge drukgebied, heel rustig weer, geen regen en vaak blijft de lucht, de vieze lucht, ook onder een inversie hangen, waardoor de zichten heel slecht zijn en ook de gezondheidsrisico's behoorlijk hoog zijn. Peking ligt in het noorden van China en met name ook de steden rond. Om Peking, ja, die stoten ook veel van die fijnstofdeeltjes uit, waardoor het eigenlijk als het ware, en we zien het ook hier op een satelliet, naar Peking toetrekt. En zolang het dus niet gaat waaien of regenen, blijft de situatie behoorlijk ernstig.